gewoon met je vingers bedienen en zo maar even terug naar Nederland gaan. Maar je kan hier dus ook een kompasje opleggen. Ja. En dan zeg je van, nou ja, ik wil eigenlijk de kaart iets draaien. Prachtig. Want dat zit op de achterkant. Ja. Oh, daar okay. Zit ook zo'n tag, joh. Ja, dus ja. Dit is een combinatie van touch en gewoon wat dan gewoon echte objecten. Ja. En daar kan je dus hele leuke dingen mee. Want, nou, dit is dus gewoon onze eerste implementatie. Ja. En we dus hadden ook al voor... Dus je kan dan gewoon zeggen van, ik zet dus hier... Ik zet datalagen hier kunnen gaan toevoegen op basis van objecten die op tafel zijn. Ja, en je kan dus stel... Ja, je kan ook gewoon zoomen. Dat is onafhankelijk van het roosje. En je kan als je... Kijk, iets, twee vingers. Dan, of, ja. De aard kantelen. Met vier vingers kan je hem heel snel rond te spelen. Maar het is dus ook nog wel zo'n globe met 3D, met je vingersbestuur is nog wel even wat gepeeld. Dus dat zijn we nu aan het uitzoeken van hoe dat nou lekker werkt. Dat je niet